niks. Ja, Maya Kingma is dat in gesprek met Edwin Peek. Greg Daphne, jullie komen uit dezelfde wereld. Misschien niet dezelfde sport, maar wel dezelfde wereld. Ja, wat doet dit verhaal met jou als je dit ziet? Ging jij toen je dit zag, Greg? Je maag draait van om. Ik heb Maya gesproken. Gisteren, vandaag, lang. Het rapport gelezen. Dat is openbaar. Vernietigend. Mm-hmm. En ja, dat doet wel wat met je. En niet alleen maar als atleet, hè, als sporter, mm-hmm. maar met name als mens. Ja, ja, jullie komen allebei uit de topsport, dus ik vraag dit toch maar. Jij, Greg? Nee, wel gezien, helaas. En daarom grijpt het me ook aan. En dat is ook wel de reden waarom ik uiteindelijk me ook hard maak. Hè. Ik zet me in, ben, nou ja, noem het een ambassadeur voor. In ieder geval Centrum Veilig Sport, in dit geval topsport. Dus nee, ik heb het wel gezien, maar gelukkig zelf niet meegemaakt. En als jij dit dan zag, want dan zag je dit dus bij andere sporters, bij mensen in je omgeving. Ja, ja, wat kan je dan? Of denk je dan, ik moet hun bijstaan, ik moet zelf naar iemand toestappen? Nou kijk, wat je wil is, wat je op dat moment bent, is een soort vertrouwenspersoon. En daarom denk ik dat het heel erg goed is als bonden. Het begint vaak bij een vereniging. Het gebeurt overal, hè? Ook in het bedrijfsleven. Ik werk bij de politie, ook daar gebeurt het allemaal. Hey, uitsluiting, pesten, emotionele mishandeling. Dus daarom is het goed dat je eerst gaat werken met vertrouwenspersonen. Mm-hmm. En wat kun je dan doen als je dat merkt als atleet? Bijvoorbeeld, ik heb dat dan gemerkt in mijn omgeving. Is dat je met mensen gaat praten waarbij je verhaal veilig is. Dat is stap nummer 1. En dat is dus absoluut niet het geval geweest bij Maya in dit geval, bij de triathlonbond. Mm. Nogmaals, dit is haar verhaal. Hè. Ik heb niet iemand van de triathlonbond gesproken, dus ik wil ook niet laten horen van ja, maar je hebt geen hoor en wederhoor. En dat daar gaat het even niet om. Dit is haar verhaal. Dat is het rapport wat ik heb gelezen. En als je dat dan merkt, en als er eigenlijk niemand in de omgeving is bij wie je verhaal kwijt kan op een veilige manier, niet bij de prestatiemanager, niet bij de bond, want er wordt niet geluisterd, ja, dan is dat wel heel erg kwalijk. Want is dat inderdaad het speerpunt? Is dat wat je moet hebben, dat je ergens terecht kunt met dit verhaal? Je moet ergens terecht kunnen, waarbij het ook op een veilige manier kan. En natuurlijk is het Centrum Veilig Sport Nederland. Gelukkig heb je ook atletencommissie, NL Sporter, wat ze aangeeft. Mm-hmm. Maar aan de andere kant wil je als bond, als omgeving, als sportomgeving in ieder geval, waar kinderen sporten, waar volwassenen sporten, dat op een veilige manier kan. En dat is niet alleen maar veiligheid op basis van materialen of dat soort zaken. Veiligheid dat iedereen kan sporten of bewegen in dit geval op een hele veilige manier, zonder gepest te worden, zonder emotionele mishandeling, zonder kinderen uit te sluiten, dat soort zaken. Dan heb ik het nog niet eens natuurlijk over de seksuele mishandeling en dat soort zaken die we natuurlijk ook kennen. Ja. Feit is dat het speelt, dat het overal speelt, en dat zij zo dapper is geweest, Maya, om dit ook kenbaar te maken. Want alleen dan kun je er wat aan doen. Ja, want dat het speelt is duidelijk. We horen het in veel sporten de laatste jaren. Is dit ook iets waar jullie het over hebben in de trainingsgroep? Is dit een gespreksonderwerp aan de lunchtafel op Papendal? Ik noem het maar. Nee, eigenlijk niet heel erg. Althans, het lastige is denk ik wel, en ook wel weer anders misschien omdat wij individuele sporters zijn. Ja, er is nou eenmaal wel concurrentiestrijd. Als jij niet de beste bent, dan is die ander de beste. Dus ik denk dat er wel er altijd wel een beetje strijd natuurlijk. En dat is ook logisch. Dus het is ook wel, alleen nog steeds moet iedereen natuurlijk veilig kunnen sporten. En dat is denk ik wat er wat niet altijd aangenaam is om dat te voelen. En zeker als je naar de training gaat en je voelt continu de spanning. Dat is geen fijn gevoel. Maar dat is in onze sport denk ik wel wat een beetje wat meer gebeurt. En dat gaat gelukkig niet tot aan pesterijen zoals zij heeft meegemaakt. Mm-hmm. Maar ja, het gaat best wel ver soms natuurlijk. Zij bepalen ook. Hè? In sommige sporten bepaalt de bond ook wie naar een toernooi mag of zeker, niet. Ja. Dus je bent heel erg afhankelijk van een technisch directeur die bepaalt of jij naar een toernooi kan, ja of nee. En dan denk je van, nou, ik hou toch wel mijn mond, want ik moet eigenlijk naar het toernooi. Dat is, en dat in sommige sporten natuurlijk. Is dat zo. Ja. Ja, en dan krijg je al gauw dat het als iemand in die machtspositie zit, om het maar zo te benoemen. Ja, dan hou je als atleet misschien maar toch even je mond.
En wat jij zegt, topsport is ook hard. Het gaat ook over grenzen gaan tot op zekere hoogte. Niet op deze manier natuurlijk, absoluut niet. Nee. Maar wel over misschien je eigen grenzen verleggen. Is dat ook wat het zo lastig maakt? Ik kan me ook voorstellen dat je als sporter soms ook niet weet wat oké is en wat niet. Zeker. Ik denk dat die grens soms wel verlegd wordt. Ook precies wat Craig zegt. Is als je je mond open trekt, dan ben je misschien ook wel bang dat je niet meer leuk gevonden wordt. Terwijl het eigenlijk niet belangrijk is. Maar wel om dan misschien wel een toernooi in te gaan. Alleen ik vind het wel erg schrikbarend dat zij wel aan de bel trekt. Mm-hmm. Alleen daar niks mee gedaan wordt van tijd. Ja. En dat gaat te ver. Ik bedoel, dat het gebeurt is één, maar je hoopt wel dat er iets mee gedaan wordt. Ja, laten we hopen dat dit rapport in ieder geval iets van verandering gaat inzetten. Ja. Na haar moedige verhaal. Het is gek om weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar het is wel zo, er is een EK atletiek aan de gang. Dus we gaan terug naar Leon Haan voor de steeplechase.